heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Wil je mijn vriendje worden? Ja. Zullen we ook leuke dingen doen? Ja, zeker wel. Zeker wel. En hoe gaat het eigenlijk nou met jullie? Niet zo goed. Niet zo goed? Niet zo goed, nee. Want ze doet steeds papiertjes naar me sturen steeds. En ik wil eigenlijk privacy voor mezelf. Eigenlijk. Mam, en is mijn vriendje. Dan hoor ik dat te weten. Ik zal je eens wat laten zien. Heb je lief, heb je lief. Want in elke relatie zijn er soms irritaties. Dat kan. Klopt. Zoals in dit plaatje. Hebben ze ruzie met elkaar en dat is niet leuk. Herkennen jullie dat? Ja. Ja, zo voel ik ook. En zo voel ik me eigenlijk ook. En weet je wat je dan kan doen, zoals op dit plaatje? Dat je met elkaar over gaat praten. Dat klopt. Dat klopt ook. En dan wil ik echt wel praten. Ja, ik ook. Ik wil ook communiceren. Als je dan met elkaar gepraat hebt... Ben je dan wel blij? Ja, dan word je weer vrolijk. Want dan ben je van het nare gevoel af. Volgens mij begrijp ik nu wel. Ik ook. Er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Gaan we ook leuke dingen doen? Ja, zeker wel. Ik vind het ook fijn om leuke dingen doen met elkaar. En soms wil ik even privé van mezelf. Een van mijn mooiste dromen is houten worden met z'n twee. Dat die maar uit mag komen. Ik heb je lief om naar de AOD. Yeah,